meeste ouders vinden puberen wel heel lastig. Pubers, oeh, weet je wel, dat zijn enge mensen. Kinderen zijn heel erg leuk, tot op een zekere leeftijd. Maar heel veel mensen hebben het idee dat pubers een lastige mensen soms is. Ik zie altijd geworstel bij de jongeren met hun ouders. En ik zie het geworstel van de ouders met de jongeren. En ik vind het een snelle boel, want volgens mij kan het gewoon echt wel anders. Want ouders die zijn bang, die maken zich zorgen. En, mijn kind kan in de armen van een loverboy raken of die gaat in de drugs of blowen. Wij willen jou zo hebben en zo is het leven goed en zo is het leven veilig. Dus daar heb je naar te gedragen. En dat wordt nu met een puber, want die is bezig zijn eigen leven uit te vinden. Ja. En dat moet hij ook doen, want die is niet een kopie van jou en daar is leven voor bedoeld. Ik denk dat mijn boek zich onderscheidt van de andere doordat ik jongeren heb laten meenemen. Ik heb ze geïnterviewd, ik heb ze door het hele land opgezocht. Extreme verhalen van jongeren die het echt heel lastig hebben gehad. Maar ook lichtere verhalen van hoe een meisje over jongens denkt en hoe ze over vrije denkt en weet je. Dus allerlei aspecten komen op die manier aan bod. Pubers kunnen wel lastig genoemd worden, dat is wat ook zoveel gebeurt. Maar misschien was de context waarin ze leven wel lastig. Of zijn de ouders lastig? Of hebben ze het lastig op school? Dus ik zet gewoon vraagtekens bij die term. Ik nodig de lezer uit om te onderzoeken in mijn eigen gezin bij zichzelf. Waarom zie ik wat ik zie? Hoe kijk ik dan naar mijn kind? En is er misschien een andere manier om naar mijn kind te kijken? Foto's en ik wilde heel graag dat jongeren die zouden maken, omdat volwassenen nou een keer op een andere manier tegen jongeren aankijken dan jongeren zelf. Ik heb twee jongeren gevonden. Toen hebben we met z'n drieën zitten brainstormen van, goh, wat is de bedoeling? En ik zei van, nou, het liefst wil ik dat jullie jullie leefwereld fotograferen. Seks, en drugs en drank en ruzies tussen ouders en weet je, allemaal dingetjes. En daar hebben ze zelf vorm aan gegeven. Lees het boek. Want het laatste hoofdstuk bestaat uit adviezen aan ouders van jongeren. En dat is eigenlijk het mooiste hoofdstuk. Ik heb ze allemaal bijna de vraag gesteld. Moet je als ouders nou streng opvoeden of moet je ze vrij laten? Een meisje zei, hou van je kind. En liefde is dat je af en toe wordt omhelst, dat is bij mij nooit gebeurd. Zang, dans, poëzie, film, hiphop, allemaal door jongeren op 11 september op het Hoezo Lastige Puber Festival in Amsterdam. Info: www.hoezolastigepuber.nl